Het is bitterkoud buiten. Hoewel de sneeuw overdag garant staat aan mooie winterwandelingen, zijn we s'avonds toch blij om in een warm huis te zitten. In Natuur- en Milieucentrum De Bourgooien in Gent kon je het afgelopen weekend een bouwcursus bijwonen over hoe je een comfortabel en duurzaam huis kan bereiken. Deze bouwcursus maakt deel uit van een reeks die wordt aangeboden door het steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van Oost-Vlaanderen. Vandaag vindt hier een bouwteamcursus plaats. Dat is een tweedaagse cursus, twee zaterdagen voor geïnteresseerden die gaan bouwen of verbouwen, om zoveel mogelijk aspecten van duurzaam wonen en bouwen mee te geven. De bouwteamcursus is een aanbod in samenwerking met Infrax en Dialoog, maar wij zorgen vanuit de provincie dat die ook hier op verschillende plaatsen tegen een heel laag tarief kan georganiseerd worden. Het bezoekerscentrum van De Bourgooien in Gent is een passief gebouw. Dat wil zeggen dat er een extreem laag energieverbruik is. De principes van zo'n passief gebouw kunnen in elke woning toegepast worden. Energie wordt steeds duurder, maar ook de energiebronnen zijn niet eindig, dus we moeten daar duurzaam mee omspringen. Maar ook voor het eigen comfort is het goed om goed te isoleren. Dan heb je minder verwarming nodig, maar heb je ook een veel warmer gevoel in de woning. Dat zijn allemaal redenen om met alle aspecten rekening te houden van duurzaam bouwen. Iedere bouwteamcursus neemt twee zaterdagen in beslag. De deelnemers krijgen dan ook het volledige pakket van duurzaam bouwen te zien, zodat dit effect kan hebben op ieder bouwproject. De cursus wijst op een heel aantal zeer belangrijke aandachtspunten. De isolatiediktes die je best behaalt, de luchtdichtheid, de winddichtheid, hoe bekom je dat? En dat geeft de mensen een extra voordeel als zij bijvoorbeeld naar een architect of een aannemer stappen. Dan kunnen ze ondervinden of die mensen op dezelfde golflengte zitten als zij. En dan kunnen ze ook al een beetje meepraten over de dingen die ze wensen. En zijn ze niet volledig afhankelijk van de goede wil van de architect of van de aannemer. Ik vind dat heel goed. Je hoort niet anders dan passief wonen. Dus dat wordt allemaal langs vele kanten gesteund. En door zo'n informatie te geven, informeren ze de mensen eigenlijk wat dat eigenlijk allemaal inhoudt. Zodat ze goed weten op wat dan ze moeten letten. We hebben nu recentelijk, een half jaar geleden, een huis gekocht dat we gaan renoveren. En het geeft toch mogelijkheid om wat meer met een architect samen mee te denken of wat tips of wat dingen aan te brengen zelf. Dus ik vind dat zeker goed. Wil je zelf deelnemen aan een bouwteamcursus, dan kan je binnenkort nog op drie locaties terecht. In Deinze, Sint-Niklaas en Brakel. Daarnaast biedt het steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen het hele jaar door onafhankelijk bouwadvies op maat. Voor meer info over de bouwcursussen of het steunpunt kan je terecht op www.oostvlaanderen.be/dubo.